Van der Ham, ook hoofdtrainer. Overwinning in Os. SAF was hersteld. Stadion rookvrij. En wij zijn FC Dordrecht. Dit is een nieuwe Dordkort. Na het vertrek van Claudio Braga is technisch manager Harry van der Ham tijdelijk onze hoofdtrainer. Van der Ham wil de komende wedstrijden iets laten zien aan supporters met aanvallend voetbal. Nou, we proberen zoveel mogelijk naar voren te voetballen. Ik wil wat aan de supporters bieden. Dat achteruit voetbal, dat hebben we wel gezien. Zonder naïef te zijn door alles direct 1-op-1 te zetten. Maar vandaag heb je ook gezien dat we sommige momenten spelen gewoon 1-op-1 en gedurfd. En dat wil je dus als voetballer ook. De eerste wedstrijd onder zijn leiding leidde direct tot een succes. En hoe? Op bezoek bij Top Os stond bij rust een 1-3 voorsprong op het bord. Ondanks meerdere doelkansen van de gastheren was het tevens ook de eindstand. Na maanden van herstel van een kruisbandoperatie keert de creatieve aanvallende middenvelder Savas Moergos weer terug in het Driewal Hoogwerkerstadion. Yeah, it was good. It was 3 months of basically the last time I played. It was against the Graafschap away. And then since then I haven't played. I went back to Norwich, done my rehab. And yeah. Now it looks my knee is fine, so hopefully I can get back to the team and start playing again. Vanaf volgend seizoen moeten alle stadions in de Eredivisie en Keukenkampioendivisie rookvrij zijn. FC Dordrecht zal de komende maanden voorbereidingen treffen om alle stadionbezoekers duidelijk en tijdig te informeren. Wij rekenen op alle steun en begrip. De supportersvereniging is op eigen initiatief een flyeractie gestart. Wie de flyer ophangt en een foto stuurt naar de SV, maakt kans op wedstrijdtickets. De Wij zijn FC Dordrecht poster is op te halen bij... Aanstaande vrijdag speelt FC Dordrecht in eigen huis tegen de Graafschap. Bij een overwinning kunnen we stijgen op de ranglijst. Tot dan! Dit was Dordkort. Tot de volgende!